Als er te weinig licht valt op ons onderwerp, kunnen we als fotograaf gebruik maken van een flitser. Door te gaan flitsen, kunnen we extra licht op ons onderwerp afvuren en dus in heel donkere situaties toch nog foto's nemen. Het enige probleem bij flitsen is dat het onze foto's heel snel lelijk kan maken. Met een flits krijgen we snel harde schaduwen, een donkere achtergrond en zelfs slechter, gekke bekken van mensen die de flits niet zagen aankomen. De meeste camera's hebben een ingebouwde flitser. Jammer genoeg is die te klein en slecht gepositioneerd om er mooie foto's mee te kunnen maken. Wij willen uiteraard indruk maken met onze foto's en dus gaan wij nooit onze ingebouwde flitser gebruiken. Vanaf nu gaan we dus volop gebruik maken van ramen en natuurlijk buitenlicht. In het linkse voorbeeld is de fotograaf een beetje dom geweest om zijn onderwerp niet dichter bij een raam te zetten. De rechtse fotograaf heeft hier wel aan gedacht. Zijn foto is dan ook veel mooier gelukt. Zolang we foto's nemen met de automatische stand van onze camera, kan het zijn dat onze flitser in donkerdere situaties vanzelf openklapt. Dit kunnen we niet echt voorkomen en dus moeten we wel flitsen. In latere filmpjes zullen we andere en betere camerastanden ontdekken die de flitser niet vanzelf doen openklappen. Als de flitser openklapt, dan moeten we opletten dat we die niet tegenhouden met onze vingers. Anders krijgen we een rare foutmelding. Stel dat we die zien, dan herstarten we de camera via de aan- en uitschakelaar om het probleem op te lossen. Is flitsen dan altijd slecht? Nee, moesten we beschikken over een professioneel flitsapparaat, dan zouden we dat wel kunnen overwegen. En zoals we hier kunnen zien, gebruiken sportfotografen, persfotografen en trouwfotografen enorm vaak een flitser. Wat hebben we geleerd? We vermijden best het gebruik van de ingebouwde flitser. We gebruiken best ramen en dus natuurlijk licht om onze foto's te maken. Flitsen kan, maar altijd met professionele apparatuur.